Welkom bij alweer een zeer feestelijke aflevering van de Garde van Gert tijdens deze feestdagen. Met vandaag twee klassiekers. Eén achter het fornuis en één op het fornuis. Stefan Buijs is de ene en het gerecht dat hij gaat maken is de andere. Stefan, wat gaan we maken? Ik heb gekozen voor een echte kustklassieker. En dus maar een kustklassieker in een volle ornaat. Feestdiner. Een sol ostendijs of de zetong op Ostendse wijze. En die ostendijs heeft dan vooral te maken met de saus? Ja, voornamelijk garnituur, de saus. Hè. We gaan werken met garnaaltjes, met mosseltjes, met een beetje champignon, tomaatjes. Lekkere saus en die tongetjes daarbij. Naast Sol Meunière de bekendste tongbereiding, ja, denk ik. Ik denk het ook wel, ja. Het is eigenlijk een gerecht dat je terugvindt in de klassiekers ook. Bij Caudelier, dus onze eerste grote chef die boeken schreef. En uiteraard, die is verfijnd de dag van vandaag. Want vroeger ik ben hem een beetje te zwaar. Maar de dag van vandaag is hij echt up-to-date, op punt, lekker. En ik vind het een plezier om dat voor jullie te kunnen klaarmaken. En dat kan op een half uur? We gaan ons best doen, hè. Oké, okay, nee, ik heb een hele goede souschef bij mij, dus... Ah ja, ik heb hem nog niet gezien. Hij gaat wel ergens uitkomen. Maar ja, we gaan beginnen met het hoofdbestanddeel. Ik heb die schoon in de frigo gehouden. De tong. Ja. Hè? Voilà, de tong, dat is... samen met de tarbot, de koning van onze zee. Hè. Dan, en dat zijn nog gewoon volledige... Het vel is er wel af. Hè? Het vel is er vanaf, hè, want het vel is beter dat je dat laat losmaken bij je visboer. En als je niet zo handig bent, laat hem misschien hem ook in filet trekken, want we hebben de filet nodig. Maar je bakt hem niet op de graad? We bakken hem niet, we gaan die sol pocheren. Pocheren. En dus, om te pocheren, wat hebben we nodig? Eerst een fumet. Ja. En een fumet, dat is een kookvocht of een... ja, hoe moet je het gaan noemen? Een aftreksel van de graten. Een beetje op smaak gebracht met van alles en nog wat. Maar daarvoor hebben we eerst en vooral de tongetjes nodig of het vlees los van de graat. Je doet dat met het grootste gemak, maar het is niet de eerste keer dat je een tong fileert, denk ik, ja. Stefan. Ik ga eerlijk zijn. Ik denk dat ik tongen van hier tot in de pannen kan leggen naast elkaar. Moest ik ze... Maar tongen fileren is toch wel iets dat je... En het is heel belangrijk dat je langs die middengraad gaat kijken en dan een keer doorgaat, dat je schoon ziet wat je moet snijden. Dat je niet door de graad snijdt. Want dan... Vlijmscherp mis, veronderstel ik. Ja, heel belangrijk. En mag een beetje flexibel zijn. En ik neem ook aan, goed of slecht fileren scheelt ook in opbrengst, uiteraard. Uiteraard, hè? Uiteraard. Maar het is ook... Je moet ook niet vergeten dat je moet fileren voor het comfort van de mens. Want als je... Niks is er onaangenamer, Gert, als je een visgerecht hebt waar er ik weet niet hoeveel graten in zitten. Daar, Nu, qua een tong valt altijd nog wel mee. Alhoewel, ja. Hier altijd met die zijgraadjes. Ja, die zijgraadjes zitten er altijd een beetje... En dat is zo lekker, dus dat die zo schoon... Als ze, zeker als ze gebakken zijn. Ja, dat is zo goed. Dat is mijn... Boma Zaliger, die mikken altijd voor ons mondmuziekjes. En dat waren heel kleine tongjes van 8 tot 10 in een kilo. En dan bakte die dat en dan namen wij dat en dan hadden wij dat zo op. En die graadjes waren waarschijnlijk zo bekend dat je die gewoon kon. Kraakbeen, hè. Ja. En dus voor het feit was mondmuziekje, dat is like een harmonica, hè. Mondmuziekje, hè. Heet dat. In het West-Vlaams. Voilà, kijk. Dat gaat heel vlot. Wat is dat rood hier nog? Dat is nog een beetje kuit, hè. Het zit er een klein beetje basis. Wat niet veel in. Dat wordt nooit gegeten? Ja. Je kunt dat eten, maar dat is wel voor, echt voor de amateurs. Hè. Want iedereen, vis, eieren, buiten caviar, zijn mensen niet zo zot van. Hè. En ik moet eerlijk zeggen, ik eet dat graag op een boterhammetje met peper en zout. Maar veel mensen, en zeker dames, die zijn dan zo'n beetje van... kent dat, hè. Zeg, tong is nu eigenlijk zo'n beetje een luxe vis geworden. Is dat altijd zo geweest, eigenlijk? Nee, vroeger was dat... vroeger was bijvoorbeeld... men vangde veel, hè. Maar tarbot en tong, dat was veel meer toegankelijk. Nu zitten ze met de quotas en met de miserie van je mag maar dat en je mag maar dat vangen. En ja, dat is niet altijd bevorderlijk. Maar zijn populariteit heeft hem toch vooral te wijten aan die stevigheid net. Hè. En... Ja, nee, dat is ook lekker. Hè. Het is lekker, ja. Het is ook lekker. Dat gaan we eruit snijden hier. Hè. Ja. Normaal doen we dat met een schaar, maar ik ga er nu geen spel rond maken. Ja, maar ik heb hier een schaar. Hè. Hier. Ah, fantastisch. Goed. Want dat kan onze fumet een beetje een ambetante smaak geven. Een beetje bitter. Nu, fumet sowieso. We hebben maar een half uur tijd, maar dat mag nooit te lang Nee, maximum kwartier, 20 minuten.
Zal ik al een potje water... Je mag dat... maar... Nee. Je mag geen potje water opzetten. Je mag een potje pakken, maar... Voor ons patatten niet? Voor ons patatten misschien wel. dat is goed. Ik dacht dat dat nodig was voor die FUME, maar... Ja. Ah nee, je moet dat eerst wat aan... Voilà. Ik ben volledig mee. Soms. We gaan geen 10 kilo patatten maken. Hè. Ik ga zo een klein potje knippen. Nee. 10 kilo is een beetje veel. Hè. Voilà. Maar voor de FUME gaan we eerst een beetje boter doen. Ja. Ondertussen, kun je misschien een ajuintje pellen voor mij? Dat is zeker. Je doet dat graag. Hè? En wat moet jij daarvan hebben? Klein blokjes of ringetjes? Ja, gewoon pellen en dan een beetje grof snijden. Oh ja, het is dat toch is voor niet... de na helemaal... Ja. Het is toch voor de na in de jus te doen. Hè? Ja, okay. We gaan een beetje thyme, laurier en peterselie, citroen. En wat gaan we doen met die citroen, Gert? Pelé à vif. Ah, maar... Dat heb ik hier ondertussen ook al eens gezien. Ah, je hebt dat ook al gezien. Ja, maar ik heb het eens geprobeerd. Vind dat, toch, dat zijn toch allemaal dingen, en ik denk dat jullie dat ook gedaan hebben in jullie opleiding, maar dan ook, die je gewoon ongelooflijk veel moet doen. Hè, om er een soort handigheid in te krijgen. Jawel. Ze zeggen soms... Weet je, papa's en mama's die zenden jongens naar de school. Hè, en die zeggen van... Ja, maar heeft er eigenlijk na een jaar of na twee jaar heeft er eigenlijk nog niks geleerd. Waarom? Want ze zeggen van, maak ons een keer een gerecht klaar of een menu klaar voor thuis, voor de familie. En die kinderen die kunnen dat niet. Ja. Maar ze vergeten dat ze zoveel handelingen geleerd hebben met aardappeltjes schillen, champignonnetjes draaien, pelé à vif en zo. En dat is eigenlijk de basis. Waren jij er handig in zo direct? Ja, maar de ene mens is gewoon handiger dan de ander. Hè? Ik ben eigenlijk een heel slechte handyman. Hè. Maar dat ging, allee. Maar het is ook het doen maakt het verhaal. Hè. Dat is lekker in alles. Hè. Dat is, en daarom vind ik het belangrijk dat een jongens die naar school gaan, dat ze dan allemaal leren. Maar ben je ook zo, echt zo onderaan begonnen in de keuken, zo met bergen groenten snijden en dan en de hele tijd op je kop krijgen? En afwas. Want... Dat is toch frustrerend in het begin, hè? Het is lastig. Je wilt toch iets doen, want je hebt dat dan geleerd, je studeert af, je kunt toch iets? Je kunt, ja, maar het is een beetje lekker in alles. Hè. Je moet eerst chichi boy zijn vooraleer dat je een kepi krijgt. Hè. Dat is nu eenmaal het verhaal. En dan ja, de juin erin, de graadjes erin, dat mag daar allemaal goed in zijn. Want we hebben daar... Deze allemaal hier, ja. Die mogen erin, ja. En hier doen we niks meer mee. Dat is niet... Ondertussen, terwijl dat trekt hier allemaal, gaan we misschien die tongrolletjes draaien. Of rollen. Ja, er is toch ook daar is toch een of ander trucje voor, hè? Dat die niet dat die kunnen breken of niet? Weet je wat het probleem is met tongrolletjes? Als je ze verkeerd opdraait... Dat kan ze bij jullie liggen, met dat hier. Dan... Dan komen ze los, hè. Want ik denk dat je ze juist anders moet draaien dan dat je het normaal zou denken. Ja, dus de mooie kant leg je op de tafel. Dat is eigenlijk het makkelijkst om te onthouden. Dus de minst schone kant of de brute kant, hè, gekruid binnenin. En dan begin je aan de staartkant. Ja, je zou juist denken andersom, maar dat is... Voilà. En dat is de reden, hè? Ja, want als je hem zo draait... Als hij gekookt is, komt hij er zo uit. Oké, ja. Dus dan heb je een afschuwelijke vorm. En dan is eigenlijk uw basis van uw gerecht... Dat elegant tongetje is eigenlijk een miserie geworden, hè? Dat is altijd de mooie kant op de tafel. Het is niet dat ik bij je madame, hè. Je moet... Want soms zeggen ze de vuilkant eraan, maar de mensen die zien dat niet goed. Allee, dat is niet altijd gemakkelijk als je daar niet veel mee werkt. Dat de vuilkant eindelijk de schoonste kant is. Voilà, dat is een beetje aangekleurd. Ik ga daar een beetje witte wijn op doen. Ja. Want die fumé... Eigenlijk is het wel belangrijk dat die fumé lekker is. Want die fumé wordt de basis van je saus, hè.
Maar dat is toch iets waar veel mensen denk ik een beetje bang voor zijn om aan te beginnen. Je kunt dat toch ook gewoon kopen? Ja. Geen voorstander van? Nee, helemaal niet. Omdat het eigenlijk niet zo moeilijk is om het zelf te doen? Wel, ook omdat het veel beter is. Hè. Dus je hebt veel meer smaak, je steekt er ook in wat je wilt. Je hebt er de controle over. En het geeft ook, als het lekker is en goed gelukt is, geeft het ook het plezier en de passie van het koken. Kijk, ik smijt daar nu een beetje mijn champignonnetjes, de staartjes ervan in. En je kunt daar zelf zo creatief mee bezig zijn met een fumée. Dat is zo schoon, hè. Dat is... Ja, het is lekker een fond brei maken. Hè. Een goede fond maken, dat is de basis van je saus. Hè. En als je dat niet goed doet... Ja, nou, dit is nog te overzien. Als je hem echt met die andere zwaar fonds die zo uren in de oven en dan dagen moeten pruttelen op het vuur, bij manier van spreken, dat mensen dat ontzien, dat begrijp ik toch wel. Een goede fond heeft aan 6 uur genoeg hert. Ja, maar 6 uur, Stefan, 6 uur, voor veel mensen is dat een eeuwigheid. Hè? Ja. Ja, ik weet het wel. Maar als je nu een huisvrouw bent, dan heb je een beetje tijd en je kookt graag. Waarom maak je geen fondje klaar en laat je dat 6 uur pruttelen, steek daar je tijd in, ondertussen drink je een potje koffie en kijk je naar Nyam TV. En als het klaar is, laat je dat afkoelen en doe je dat in pottenkussen en steek dat in diepvries. Je hebt de perfecte fond. Ja, maar ik snap het wel. Je zit niet afhankelijk van een of ander industrieel verhaal die eigenlijk toch maar een derivaat is van de werkelijkheid. Hè? Oeh, wat zit jij aan het doen? Ja, die patatjes aan het snijden. Als ik die zo in zijn geheel doe... Kijk, ga eerst een tasje en kom bij u. Ja, dan krijg ik die niet meer gaar, hè, Stefan. Maar minuutje. Of ga je er van die tonnetjes van maken? Maar een chateauke draaien, hè, jongen. Dat moet jij doen. Dat is... Hier. Oeh, wat is wat? Ja. Zo moet het, ja. En dan zit ik hier met een hele hoop over en dan moet ik nog puree van maken. Dat is voor morgen. Nee, maar jij kunt dat toch ook? Maar niet met dat mes, hè. Anders moeten we de verbandkast uithalen. Ze hebben mijn mes weer al gestolen, ze. En jij hebt er 4. Ken dat nu? Ik organiseer mij voordat ik begin koken, jong. Ik ken dat, hè. Anders moet je beginnen rondlopen. Hè? Kijk. En dat gaat een heel schoon patatje zijn in garnituur. Toch niet zo'n vierkant schortel, hè? Ja. Ik ging voor de smaak. Oké. Okay. Ja, het is een goed principe. Ik kan ermee leven. Ziet u dat redelijk gaat? Het is een goede excuus, dat het zo is. Okay. Kijk, maar kom nu een keer boven. Rijk dan een keer aan. Ja, dat riekt goed, hè? Dat riekt goed, hè? En dat gaat nog beter worden, want als we dat dan... Als we dan weer klaar zijn, gaan we daar ons solletjes in pocheren. En met de overschot van de jus gaan we onze saus maken. Maar we zijn nog zover niet. Hè. We hebben nog eerst een beetje werk te doen. Als je een paar patatjes zet, ben ik content. Hè. Want we moeten de klok in toog houden. Want onze gasten zijn er bijna. En ons kerstdiner moet klaar zijn. Wie heb jij uitgenodigd misschien? Ik weet van niks. Kan ik verschieten? Dat weet ik niet. Dank dat jij niet meer zoveel verschiet. Voilà. Ondertussen, Gert, als je wilt, mogen we een klein potje pakken. Ja. Want we gaan nog een paar mosseltjes koken. En wil je er graag nog iets wat bij van aromaten? Ik zou dat natuurlijk ook. Dat is niet zo... Dat is groot, hè. Groot? Maar ja, jong. Iets kleins. Voilà, hè. Klein beetje boter en klein beetje witte wijn. Tak. Nee, voor mij, jong, dat geeft de hoesting om te eten. Nee, dat is niet normaal. En dat is nu echt... Dat is heel licht ook, hè? Ja, dat is licht. Dat is een beetje water, een beetje witte wijn. Al die groentjes erbij. We gaan dat ver passeren, jong. Ik ga dat niet langer laten trekken. Dat heeft al smaak genoeg. We hebben hier een ziftje. Een passetje. Ja, voilà. Super. En die rode ui, hè. Dat vind ik ook zoiets fantastisch. Hè.
Welke mosseltjes zijn dat? Zijn dat gewoon... Dat zijn gewoon Zeeuwse mosseltjes. In een klein formaatje. Dat zijn kleintjes. Ja. Maar ja, dat is misschien eleganter in ons zouden. Pardon. Juist een beetje peper. Laten opkomen. Ondertussen hak ik al eventjes in die... Zit dat met die druk van als uw handen een beetje vettig zijn? Ja. Dat is de miserie. Ga ik dan heel voorzichtig al mijn solletjes inleggen. Wat heeft die... Zonder te forceren. Wat kan je dan niet even proeven? Lekker. Wel redelijk zuur, hè? Ja. Dat is de bedoeling? Ja, omdat dat de basis wordt van de saus. Oké. En die tongetjes gaan dan niet te zuur worden? Die tongetjes gaan niet te zuur worden. Mag lichtjes citroenee zijn. Ik ga die tomaatjes ook snijden. Jij bent bezig met de patatjes, hè? Ja, die gaan... Dan ga jij voor mij champignonnetjes... Niet van die modellen insnijden, hè? Snijden? Heb je dan gezien hoe hij dat doet, eigenlijk? Ah, nee, doe dat een keer. Allee, vooruit. Kijk je dan in zo'n mesje niet? Ja, ja, tuurlijk. Kijk, de champignon tournée. Niet vastpakken aan het tandvat, maar juist aan de dinges. Maar jongens, toch. Ik heb liever een champignon tournée generaal. Voilà, zie. En dan... Kijk, dat is een champignon cannelé. Dat zit er nergens niet meer. Dat is maar heel veel van die dingen zijn verloren gegaan of gaan verloren. Zie je een keer. Schoon, hè? Maar zo moeten ze niet. Gewoon in schijfjes? Nee, ik ga je dat niet aan doen. En als je een schijfje wilt snijden, neem je gewoon een champignon. Kijk, zet u vekkig. Zo, kijk. Ja, ik kan... Ja. Oké? Okay. Ja, ik kan hetzelfde doen, maar iets trager. Ik hoor het wel. Ik hoor het. Ik hoor het verschil. Ik ben van de tomaatjes het vlees aan het uithalen. Want we hebben eigenlijk enkel en alleen de losange nodig. Ah, de? Losange. Losange. Oh, die mosseltjes zullen gaan klaar. Die gaan klaar zijn? Ik denk dat wel, denk ik niet. Oh, nog een minuutje. Nog een minuutje. Sorry, dat was een enorme ingewikkelde term, ja, Stefan. Een losange. Ja, en wat is dat? Dus dat is eigenlijk een vorm, ook een langwerpige vorm van een scheefje tomaat. Geen blokje of geen dingetje, maar iets dat lang is. Een bootje zo eigenlijk. Ja, maar geen bootje. Ik ga eerst die pel afdoen. Maar die zijn zo een beetje raar van vorm, dus snij ik de pel af met mijn mes. Zeg, Stefan, deze durf ik eigenlijk niet... We mogen hem snijden. Nou, oké, het is goed. Je hebt het gezien, hè? Dus je kunt dat nu in het vervolg. Hè? Nu kan ik dat toch thuis vertraagd bekijken. Maar het belangrijkste is dat je mes niet vasthoudt aan het tandvat. Dat is de fout dat ze allemaal doen. Hoe is het met de mosseltjes? Ja, goed. Hè. Die mogen uit hun schelpje. Die mogen uit hun schelpje. Vorkje. Ondertussen ga ik een klein beetje power geven aan mijn solletjes, want die zijn... Hè? Wat ik ga doen, ik ga daar geen deksel op zetten. Ik ga daar een boterpapiertje op leggen. Ze zijn klein, maar ze zijn wel heel lekker, Stefan. Ja. Dat zijn kleintjes, dat zijn schoontjes. Dan niet met een vork doen in je hart. Ja, maar ja, met een vingertje. Ja, weet ik, maar Gollen net allemaal vingers hebben dat asbest opgegroeid. We weten het toch, dat ken ik niet. Hè. Allee. Ja, ja, allee, allee. Pistolet. Ik zeg een van de vorige afleveringen gewoon in het kokend water de riet uithalen. Dat is niet normaal, hè. Oeh, dat is niet normaal. Nee, dat is zeker niet normaal. Stel dat de mensen dat thuis beginnen na doen, het zal schoon worden. Wel, koks hebben een klein hartje, maar een grote pijngrens. Dus bij deze. Ja, maar ik denk dat dat echt wel is, hè. Dat op den duur u... Ja, 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 dat wordt een beetje sterk, hè. Dat gaat prachtig zijn, Gert. Prachtig gaat dat zijn. Hoe is dat met de patatjes? Oh, die gaan klaar zijn, maar dat zijn... Die kleintjes, hè? Die zijn muggescheten groot. Ja, ja, dat is goed.
ça va. En die hier een beetje, een klein beetje. Voilà. Okidoki, dat hebben we dus. De champignonnetjes. De mosseltjes. Oh, als kind mosselen. Ik heb er zo voor geschreeuwd dat ik ze moest eten. Is het waar? Ja. En nu heel er potten. Maar veel dingen, hè? Ja, maar dat is typisch de evolutie van de smaak van een kind. Hè. En ik vind dat je ze dan niet in moet. Spinazie, ja, verschrikkelijk allemaal. Ik vind dat je ze dan niet moet in forceren, denk ik. Ik vind dat een beetje verkeerd. De vraag is, wat is het beste? Hè? Het einddoel is toch dat je graag wilt dat iedereen alles lust. Hè? Ja. Ik ga nu iets speciaals doen met die mosseltjes. Ze zijn wel klein, maar ik ga ze toch ontbaren. Want... Gewoon puur esthetisch? Nee. Ik vind, en ik ben ervan overtuigd, dat mensen die zeggen dat mosselen zwaar zijn, meestal mosselen eet met de baard eraan. Dus de baard is een elastiek. Ja. En als je veel mosseltjes eet, dan is die elastiek moeilijk te verteren. En als die baard weg is, die elastiek weg is, dan is dat een maar het is toch zachte moeilijk, delicatesse. Als je gewoon een pot mosselen eet... Ja, dat gaat niet. Ik weet het. Maar je kunt dat zelf doen als je wilt. Maar, ja, maar begint er maar een keer. Ja, voilà. Pot, ja. Dat is ook geen zin, hè. Maar ik vind een bereiding, vind het veel eleganter om een mosseltje te ontbaren dan om een mossel. Het zijn inderdaad kleintjes dat ik gehad heb. Maar de smaak bepaalt. Ja, nee, ze zijn zeer lekker. Ja, maar daarmee ver geraken ze. Hoe is dat hier met ons tongetjes? Magnifiek. We hebben nog een kleine 10 minuten, ja. Stefan. Dat is altijd het probleem van een schoon gerecht. Hè? It needs the time to cook, hè? Als er nu mensen zijn thuis die denken, ah, maar dat is iets. Die gaan dan niet slagen. Voor mijn kerstmenu. Ja, super. Kunnen ze dingen op voorhand doen? Wel ja, ze kunnen sowieso lief voor mij maken op voorhand. Ja. Hè? Maar die tongetjes kunnen niet, dat kunnen niet. Ja, die tongetjes fileren. Wel, waarom niet? Ja. Waarom niet? Maar je gaat naar uw visboer en je vraagt of je gefileerde tongetjes. En je krijgt alles mee. Hè. Je vraagt de graten erbij omdat je die nodig hebt. En je... Waarom zou dat niet lukken? Zeg waarom... dat boterpapier. Ja, ik vind dat zalig. Dat geeft dan zo'n speciale smaak, die boter erin. Kijk, dat geeft zo. Zie je dat? Dat is echt boterpapier. Ja, dat is gewoon een pakje van de... Ja, een pakje van. Je doet je boter in een vlootje en gebruikt dat papier als dekseltje. Het goedkoopste dekseltje dat je kunt uitvinden. Maar het heeft hetzelfde effect als zouden er gewoon een deksel op zitten eigenlijk. Het is beter. Maar los van de smaak die los de boter van de smaak. Nog heeft. Ja. Ik denk dat we patatjes gaan afgieten. Ja, dat is goed. Ah, ik dacht dat jij die er gewoon zo ging uitpakken. Ah ja. Ik verschiet hier van niks niet meer. Nee. Dat is toch net iets te warm dan? Ja, alles. Ik begon mij al zorgen te maken. Ja, dat is zeker dat. Ik dacht al dat ik iets niet had dat wij wel flauw trace was. Voilà, nu ga ik dat een klein beetje laten inkoken. Zeg. De overschot van die, wat ik die sol in gepocheerd heb. Hè. En dat wordt de saus? Die filmetjes en dat wordt de saus. Dus je gebruikt daar eigenlijk relatief weinig van? Hè? Ja. Omdat het ook wel een hele krachtige smaak ondertussen. Uiteraard. Ja. Je zei dat juist, dat het vrij... Zuur, het was dus vrij zuur, ja. Dus we hadden er ook weinig water in gedaan. Want je kunt er natuurlijk zoveel water in doen als dat je wilt. Maar ik vind dat die zuurte de dag van vandaag, en dat is hetgeen dat ik zei... Het is een beetje minder zwaar als vroeger. Vroeger werd dat veel gebonden en gedaan. En nu maken we dat liever een beetje à la minuut. Voilà. Het is vroeger met een roux en dan... Ja, een bechamel of een roux of whatever. En eigenlijk is dat niet zo lekker. Ik ga die champignonnetjes daarin doen. Die gaan daarin garen eigenlijk? Die gaan daarin garen. Die hebben niet veel nodig. Ook belangrijk voor de smaak die ze nog afgeven of minder? Maakt een totaal. Ja. Dat is lekker. Zeker niet slecht. De zuurte zit er nog altijd in, ja, maar nu aangenaam, hè? Ergens van achter, hè, ja. Een beetje boter erbij. En we gaan dus gewoon bord nemen, hè, Gert. Want... Stefan, wat moeten we nu opletten? Want op een gegeven moment kan zo'n saus beginnen schiften, of niet? Als je er te veel van iets bij doet, of riskeert dat weinig? Er zit basisroom en er zit basisvocht genoeg in.
Dat is niet dat... Het probleem is als je te veel vet hebt, waarschijnlijk. Ja, als de balans niet goed genoeg is, hè, van je reductie en te veel boter, dan krijg je een risico. Al is dat als je met melkerijboter zit, heb je veel minder risico of met boerenboter of groeveboter. Omdat dat toch een andere... Er zit meer water in. En dat water vermengt zich met de reductie. En dan heb je minder risico dat je saus draait. Oké. Okay. Maar hier is eigenlijk maar hier is het vrij weinig risico. Ik zie het al gebeuren. De mensen zitten allemaal te wachten, die 26 man die je uitgenodigd hebt. En uw saus zegt dat. Ja. Dat is een royale portie, hè? Schone portie, hè? Ja. Ja, maar ja, het is feest, hè? Ja, maar zeker, zeker. Het is feest, maar het is feest. Gaan we nooit horen klagen dat er veel aan bord moet toch niet... We doen geen White Watchers cooking, hè? Mosseltjes. We gaan er nog een keer in. Ja. Helemaal op het einde, deze. Helemaal op het einde. De patatjes nog een keer erbij. De tomatjes. Dat is eigenlijk allemaal juist maar even voor de temperatuur te geven. Voor een goede fraîcheur te geven. Ja. Zo, hè. En dan nemen we een beetje karvel. Nu zijn we er vers. Abel, die gaan we niet meer laten koken. Perfect op tijd. Dat wordt zo een echt schoon ragoutje, hè. Die blijft hier koken, die ga ik een beetje afzetten. Proef maar dat er nog een beetje peper of zout bij moet. Maar... Ik vind ze goed. Het is goed, hè? Ja. Kijk, en nu gaan we dat heel schoon subtiel. Wat is de bedoeling? Dat is niet de bedoeling dat een dikke saus is. Nee, die niet, zo, niet meer. We zijn daar vandoor. Het is bijna een soort waterzooiachtige... Ja, ja, mag licht zijn, mag... Het mag echt subtiel zijn, want mensen eten dat niet meer zo graag. Die te dikke sausen, die te zwaar zijn, dat is... Mag niet vergeten, meestal heb je dan al een oester kunnen eten of whatever. Hè? En dan heb je zoiets van... moet ik nu nog zo'n een heavy saus maken? Ik ga nog die mosseltjes eruit vissen, want die zijn te lekker om te laten zitten. Ik werk nu nog af. Ah, met... Kaviaar uit de Noordzee. Met kaviaar uit de Noordzee en ik doe die is gewoon rond zo. Kijk. Geef toe, Gert. Maar met dat maakte alles goed. Hè? Maar ja. You need to touch to finish the beauty. Klassiek. Ja? Maar oh, zo lekker. De zee in het bord. Zeetong op Ostendse wijze. Maar nog een beetje de boordjes doen, want dat mag er niet. Perfect. Dank je wel, Stefan, voor dit klassiek gerecht, maar toch met een hedendaagse touch. Als u thuis ook eens wil uitpakken deze feestdagen, is dit het ideale gerecht. En u vindt het recept ervan terug op njam.tv. Wij wensen u fijne feestdagen. Hè? Lekker eten. Lekker eten. Lekker drinken. Met mate. Met mate. Met mate. Daarbij een mooi glas wijn. En echt, uw feest kan niet meer kapot. Met mate, want alleen is zo zielig. Ja, zeker waar, weten. Dank voor het kijken en graag tot de volgende garde. Tot ziens. Oh. Komt precies uit een boekje. Kan ik hier nog eens wel lepelen in de saus, wat er hierover is.